Kinderdorp Bennekom is dit jaar van 12 augustus tot en met 16 augustus. Tijdens deze vakantiespeelweek kunnen kinderen van 6 tot en met 12 jaar zich van 's ochtends 9 tot 's middags 4 uitleven op het kinderdorpterrein. Onder begeleiding van 170 vrijwilligers worden hutten gebouwd, maar zijn er ook enorm veel andere activiteiten in de vele tenten die op het terrein staan. Sport, spel, beauty, knutselen, je kunt het zo gek niet bedenken of het is er. Wij bezochten Kinderdorp op dinsdagochtend en de maandag was al een groot succes. 5, 4, 3, 2, 1. De eerste dag was enorm. We hadden meer dan 1620 kinderen op het terrein. Het was redelijk warm. Kinderen die hebben zich goed aangepast. Ook de medewerkers hebben zich aangepast. Dat we gewoon kunnen zeggen, joh, het was een hele goede geslaagde eerste dag. We doen het voor de 52e keer in totaal. Maar je ziet toch altijd wel dat je denkt, heb je voldoende hout? Heb je voldoende medewerkers? Heb je medewerkers die zich ook nog extra inzetten voor activiteiten? En dan, ja, dat is de voorbereiding. Verder, ja, we hadden 1500 kaarten verkocht in de voorverkoop. Ja, dan weet je gewoon, er zijn kinderen. En dat is natuurlijk het belangrijkste. Dat zie je natuurlijk als je 's morgens vroeg over de Mansholtlaan rijdt. Ja, honderden kinderen op de fiets achter elkaar. Waar komen ze allemaal vandaan? Het gros komt natuurlijk uit de gemeente Ede. Er komt redelijk wat uit Wageningen. En wat je natuurlijk ook hebt, er zijn een hoop papa's en mama's die ooit op het kinderdorp hebben gezeten. Die brengen nu de kids naar oma en opa. Die brengen ze naar het kinderdorp. De kinderen zijn bij opa en oma geweest. Ze komen s'avonds thuis en ze kunnen pitten. En opa en oma hebben een gezellige week, want die hebben de kleinkinderen gezien. Wat is nou het totaal aantal kinderen wat jullie verwachten in zo'n week? Ja, gemiddeld. We zitten nu op 1600. Ik denk vandaag ook zo'n beetje. Dus dan zit je, ja, 5 keer 1600. Reken maar uit. Voor kinderdorp geldt op een paar momenten na verboden voor ouders. Geen ouders. En dat is natuurlijk niet alleen voor ons is dat leuk. Maar ik denk ook dat het voor de kinderen leuk is. Want ga maar na, als jij op het terrein zou lopen en jouw zoon zou hier lopen, dan ga je er naartoe en dan zeg je onbewust tegen me, ja, dat plankje is er niet recht. Zal ik het maar even doen? Nou, dat is voor een kind niet leuk. En dat is voor de ouder, ja, misschien wel leuk. Maar wij kijken dan toch naar de kinderen. De ouders hebben op de donderdagavond een stukje feestavond. En op de vrijdagmiddag vanaf 1 tot 2:30 is er oudermiddag. Zullen we een kind vragen om ons eventjes een kleine rondleiding te geven? We hebben een meisje gevonden en dat meisje wil heel graag met jou rondgaan over het terrein heen. Ik denk dat ik haar de microfoon geef en dan kunnen jullie doen en laten wat jullie willen op het terrein. Ik heet Sarah en ik kom uit Bennekom. En je wil ons eventjes kinderdorp laten zien? Ja. Hey, wat vind je zelf het leukste? Ik vind het huttenbouw heel leuk. Ja? Zullen we daar als eerste naartoe gaan? Ja. We zijn nu bij de huttenbouwen. Ik laat straks even mijn eigen hut zien. Kom maar mee. Hier is mijn eigen hut. Hier zijn mijn vriendinnen ook. En ik vind het hier wel heel gezellig. We zijn nu bij de warme hap. We gaan even kijken wat de warme hap vandaag is. De warme hap is vandaag frikandellen. Maar ik hoorde gisteren dat er iets anders was dan alleen frikandellen. Er zou eigenlijk wentelteefjes zijn, maar dat hebben we naar donderdag verplaatst. Oké, Veronique, jij maakt de warme hap. Hoe lang werk jij? Nou, hoe lang ik de warme hap al maak, weet ik niet. Maar ik doe al 22 jaar mee met Kinderdorp. Oké, gaan we nu naar het haar vlechten. Dit is een soort van salon. Dit is een soort van salonnetje. Want daar staat de haarsalon. Daar kan je je laten sminken. Daar kan je tattoos laten krijgen. En daar kan je make-uppen. Hoe doe jij dit? Hoe ik dit doe? Ik heb hier al een begin. Dat is de cake. En daar doe ik het eerste laagje mee aanbrengen. Oké, laat maar dan zien hoe je het doet. Ik ga dan gelijk mee aan de gang. Deze heeft hij uitgezocht. Dus dan gaan we kijken of dat het resultaat wordt. De tijger, ja. En toen had Sarah even geen zin meer om verslaggever te spelen. En moest ik het toch weer zelf doen. En dat past ook helemaal bij de slogan van Kinderdorp Bennekom. Want niets moet,
en bijna alles mag. De kinderen doen zelf wat ze leuk vinden, bepalen zelf of ze mijn onderdeel blijven. En zeggen ze, ik ben het zat. Nou, gaan ze naar een ander onderdeel. En dat is natuurlijk heel leuk, want wij bieden de onderdelen aan en de kinderen bepalen zelf of ze dat gaan doen. Marit, waarvoor sta jij te wachten hier? Ik sta te wachten voor de sloopauto. Wat vind je daar zo leuk aan? Nou, lekker al je woede eruit slaan. Ja, heb je veel woede dan? Nou, soms lukt het niet met de hut en dan wil je wel even je woede eruit kunnen slaan. Wat lukt er dan niet? Ons dak moet eraf, omdat hij niet stevig genoeg is. We moeten er nu pallets op leggen. En dat is wel een beetje irritant, omdat we hem daar net op hebben gelegd. Kinderdorp Bennekom is een wereld op zich. Het heeft een eigen radiostation, een eigen krant, een eigen postbedrijf en zelfs eigen verkiezingen. We hebben vandaag de stemmingen voor de burgemeesterverkiezing. En hoe is de opkomst? Nou, zoals je ziet, enorm. Iedereen heeft er heel erg veel zin in. Het wordt enorm spannend dit jaar. En hoeveel kandidaten zijn er? Nou, we hebben er 4 totaal. Ja, en het zijn allemaal hele goede kandidaten, dus we gaan het zien. Dames, jullie staan in de rij voor het stembureau. Hebben jullie al een idee op wie jullie gaan stemmen? Ja. We gaan op Stella stemmen. Ja, op Stella. Stella. Zij zit bij ons op turnen en op dansen. Welkom in de radiowagen. Als jij het leuk vindt om verzoekjes aan te vragen, dan kan dat vanmiddag in de verzoekjesbrievenbus. Die komt voor de radiowagen te staan. Dus dan kun je je verzoekjes in de verzoekjesbrievenbus doen. En kijk ook uit naar Xon TV, die maakt opnames. Dat komt morgen, komt dat online. Dus hartstikke leuk, kijk gerust. En denk aan je verzoekjes vanmiddag in de verzoekjesbrievenbus. Wij brengen elke dag de Kinderdorpkrant uit, Kinderdorps Dagblad. Die drukken wij ongeveer 1700 keer, dus behoorlijke oplagen. En die vullen wij met de nieuwtjes uit het Kinderdorp. En het allerliefst met de verhalen, de moppen, de verslagen, de raadsels van de kinderen. Die noemen wij duimpjes, die krijgen wij binnen via de computer. Of via de typemachine, dat is eigenlijk nog leuker. En die zetten wij elke dag in de krant. Wat is het laatste nieuws uit Kinderdorp? Het laatste nieuws uit Kinderdorp. We krijgen vooral veel berichten binnen over dat het warm is in Kinderdorp. Het is niet helemaal nieuw, maar het is blijkbaar wel een hot item. We krijgen ook belangrijke nieuwtjes binnen over de warme hap. Dat lijken namelijk geen wentelteefjes te zijn vandaag, maar frikandellen. Dat speelt toch erg onder de kinderen, dus daar krijgen we veel binnen. We hebben hier kaartjes, speciaal van Kinderdorp, die de kinderen kunnen versturen. Zowel binnen Kinderdorp, maar ook buiten Kinderdorp. Gewoon met PostNL, soms zelfs naar het buitenland. Er zijn kaartjes al naar Engeland gegaan dit jaar, naar Thailand. En ze kunnen hier een kaartje kleuren. En dan doen we de postzegel erop en dan wordt het verstuurd. Wordt er veel gebruik van gemaakt? Zeker, ja. Gisteren zijn er al zo'n 350 kaartjes verstuurd naar buiten Kinderdorp. Ja, dus dat gaat weer hard. Opa en oma? Ja, veel opa's en oma's, papa's en mama's, huisdieren ook wel eens. Ja, of gewoon vriendjes, vriendinnetjes, buurmeisjes. Ja, alles wat eigenlijk. Nou, we zijn hier bij de EHBO aanbeland. Wat is het meest voorkomende probleem? Ja, we hebben verschillende problemen natuurlijk. Het hoofdzaak is dus schaafwonden, splinters en typisch kinderdorpwondjes. Dat kan van alles wezen. Ja, toevallig hoorde ik net het nummer noodgeval op de achtergrond. Zijn er nog noodgevallen geweest? Wij hebben gelukkig nog geen noodgevallen meegemaakt. Dus dat gaat uitstekend. Als die week erop zit, bent u dan echt toe aan vakantie? Ik heb de vakantie al gehad, helaas. En aanstaande maandag mag ik gewoon om... 9 uur weer voor de klas staan. Dus ja, maar je krijgt natuurlijk zoveel voldoening. Je bent wel moe. En dat merk je dan gewoon overdag een keertje. Dan denk je van, ik zou best even een uurtje kunnen pitten. Maar dat heeft dan meer te maken voor jezelf dan dat het te maken heeft voor de inspanning.